Hey mensen, het is ons gaming. Het is tijd voor een Formule 1 carrière video van F1 2017. En we zijn alweer in de derde race van het seizoen. En dat betekent dus dat we in Bahrein zijn. Een lastig circuit, een technisch circuit. En we gaan kijken wat we dus hier kunnen gaan halen op dit circuit. En vergeet natuurlijk niet te liken. Blijf ik zeker lekker abonneren, dat is ontzettend belangrijk. En ik heb ook een poll gemaakt in de video. Daarbij kun je stemmen. Want ik heb zeg maar op dit moment Formule 1 serie lopen, Forza serie, FIFA serie. En wat ik dus daarnaast nog moet gaan uploaden. Ik zit hetzelfde te denken aan dus PlayerUnknown Battlegrounds. Dat vind ik zelf echt super vet tot nu toe in ieder geval. En of eventueel Call of Duty. En dan hebben we het dus natuurlijk over Call of Duty World War 2. Dus laat me weten in de poll of in de reacties waar jullie het liefst naar zouden kijken. En dan ga ik daar ook wat meer van uploaden. Naast natuurlijk gewoon Formule 1. En over Formule 1 gesproken, laten we gewoon gaan kijken naar de grote prijs van Bahrein. Nou, als je deze man ziet, dan is het of dat je updates mislukt zijn, zoals je de vorige keer in de video hebt kunnen zien. Of dat je updates gelukt zijn. En godzijdank, beide upgrades die ik vorige keer aangevraagd heb, die zijn in dit geval dus gelukt. En dat betekent dus dat we twee hele spliksplinter nieuwe updates op onze Toro Rosso hebben. En hopelijk kunnen we daarmee een kleine stap zetten. Wat trouwens opvallend is dat in de laatste update van de game, 1.11 is geloof ik pas uitgekomen update, is dat de McLaren's wat beter zijn gemaakt. En dat is op zich wel leuk, want dan maakt het allemaal weer interessanter. Dan komt het middenveld komt nog meer dichter bij elkaar en dat is op zich best wel tof. En je ziet ook in het overzicht dat het team van McLaren bijna op gelijke hoogte zit met het team van Haas op dit moment. En ook niet eens heel erg ver in de buurt van ons Toro Rosso zelf. Ik denk dat als wij geen updates hadden gehad, dat we op gelijke hoogte hadden gezeten met Haas en met McLaren op dit moment. Dus het is maar goed dat we die updates in ieder geval erop hebben geknald. Nou, wij zijn eigenlijk het enige team wat hier dus echt updates heeft meegebracht naar Bahrein. En dat doen we goed. Dat zijn meteen twee updates. Dus hopelijk kunnen we daar het gat dichten mee richting Renault eigenlijk. Williams in principe ook, maar Williams valt er nu toe erg tegen, moet ik zeggen. Dus het zal interessant geworden, want McLaren lijkt dus een stap gezet te hebben dit seizoen. Force India en Renault. En nou goed, we gaan dus kijken wat het allemaal gaat opleveren dit seizoen. Het team van McLaren is nog steeds geïnteresseerd in mij. Ook het team van Sauber en de Williams een klein beetje. Als McLaren dus echt stappen weet te zetten dit seizoen, dan is McLaren misschien toch wel weer een interessante optie om daar ooit bij te gaan rijden. Maar goed, dat zullen we nog wel weer gaan zien. En we hebben tot nu toe twee punten bij elkaar gesprokkeld dit seizoen. We zijn twee keer tiende geworden. Niet heel spectaculair, maar aan de andere kant, we hebben in ieder geval in beide races een punt gepakt. Sainz heeft het nu toch ietsjes beter gedaan en heeft vier puntjes te pakken. En we staan met Toro Rosso op dit moment op de zesde plek. En ja, op zich is dat niet zo heel slecht. Haas staat voor ons, opvallend genoeg. En Williams, opvallend genoeg, dus achter ons. Vooral Williams, die lijkt de laatste tijd erg slecht te gaan. Die hebben toch wel wat problemen. En ze gaan gewoon niet goed in mijn seizoen. En ik vind het op zich prima. Want daar kunnen we in ieder geval mooi mee gaan strijden met hun. Zoals ik net al in de intro zei. Het circuit van Bahrein is vrij lastig, vind ik zelf. Vrij technisch. Er zitten een paar hele lastige bochten in. Zeker als je met de controller speelt. Maar op zich, ik vind het altijd wel best een leuke baan. Hoor. Het is wel een mooi circuit. Het is een van de circuits waarvan je toch wel... die van mij zeg maar wel toch op de kalender mag blijven staan wat dat betreft. Het zijn op zich niet de meest spannende races die er gereden worden. Maar ik vind het op zich altijd wel een leuk circuit om te rijden. Ondanks dat er dus een paar bochten in zitten die echt wel vrij lastig zijn. Ondanks dat ik er al, ik weet niet hoe vaak op gereden heb. Maar goed, dat is nou helemaal zo. In de vrije trainingen ziet het er allemaal niet zo heel veel belovend uit. Want Sainz staat op P11 en ik sta gewoon op mijn supersoftbanden. Gewoon op P15, op tussen Stroll en Palmer in. Ik kreeg absoluut geen snelheid in de auto. Hij voelde ook niet goed aan en... Hij gleed alle kanten op. Ik weet niet wat het was. En de updates lijken tot nu toe nog niet echt heel veel effect te hebben. Want de auto voelde gewoon echt serieus, echt gewoon klote aan. Hier op de vrije trainingen in Bahrein. Maar goed, we gaan hopen dat het tijdens de kwalificatie wat beter is. En dat we een iets betere pace kunnen gaan rijden. Ik heb even gekeken, vorig jaar was ik 17e hier in de kwalificatie. Hopelijk kunnen we dat dus nu wel gaan verbeteren.
Maar het gaat weer vrij lastig worden, want in mijn eerste run dat wij dus gaan doen, kom ik niet verder dan P18. Gelukkig hebben we dan nog genoeg tijd om nog een run te gaan neerzetten. En daar gaan we dus nou naar kijken. Dan zit ik hier dus en ik zit dus flink eronder. Bijna meer dan een seconde zit ik onder mijn eigen tijd ten opzichte van net. Nou, dan denk ik van, nou, dat moet dan toch wel genoeg zijn om de volgende ronde te halen. Om de volgende Q te halen. Maar ik kan jullie vertellen en laten zien dat het dus niet zo is. We starten dus vanaf P16. En ja, dat is een plek beter dan vorig jaar. Maar dat is niet de plek waar we op wilden staan eigenlijk. Verder vallen ook nog, valt Massa dus af. Stroll is opvallend wel, opvallend genoeg wel door. En even kijken, wie viel er nog meer af? Ik denk Van Doornen en de beide Saubers. Zoiets zal het wel weer geweest zijn. Maar toch wel best wel weer een teleurstellende kwalificatie. We rijden eigenlijk iedere keer best wel goede races. Dan zie je ook iedere keer dat tijdens na de race heel veel teams geïnteresseerd zijn. En dan bij de kwalificatie daar verpoepen het eigenlijk weer een beetje. En dan wordt het niet beter op. Maar goed, we gaan kijken naar de startopstelling. Het is Hamilton met pole position. Dan Sebastian Vettel op P2. Dan Raikkonen derde. Valtteri Bottas op P4. Dan de beide Red Bulls. Toch voor de heren van Virginia dus. Dan Perez 7e. Hulkenberg heel netjes op 8. Ocon 9e. Sainz goed gedaan op 10. Grosjean ook goed op 11. Net zoals Magnus op 12. Palme 13e. Nou, Stroll, Alonso. Xa 16e. Het zijn een beetje dezelfde namen achterin. En wat vooral opvalt is dat Williams eigenlijk bijna elke race steeds verder en verder achteruit zakt. Achteraan zakt. Of nou goed, het maakt allemaal niet uit. We gaan kijken naar de start van de race. En we zijn onderweg. En ja, ik heb een aardige start. Ik zit nu al in de start bij Alonso. Dus dat ziet er goed uit. Maar kijk dan, daar is Van Doornen aankomen. Onze Belg die heeft een heerlijke start. En dan gaan we hier allemaal auto's voorbij. En die zou zeggen, dat kan nooit goed gaan. Van Doornen die gewoon van de baan afgaat. En nou, er wordt in ieder geval een heel hoop gebeukt en getikt en gedaan. Maar uiteindelijk weet iedereen gewoon normaal goed door de bocht heen te komen. Het is echt een wonder, want er werden echt heel veel tikken uitgedeeld. En dat er dus geen schade is en dat niemand spint of wat dan ook, is eigenlijk best wel een wonder te noemen. Het is ook een lastig stukje natuurlijk zo met 20 man. Het is allemaal hier een hele korte bocht en dan daarna meteen weer een combinatie. Het is echt ongelooflijk dat het allemaal goed is gegaan. Je moet eens kijken wat daar allemaal toch uitgedeeld wordt en tikjes. En let vooral op die voorste auto's hier. Alonso, Sainz en Palmer. Nou, dat gaat ook echt allemaal net goed. Daarachter zie je Magnussen bijna de controle verliezen. Nou, er zijn natuurlijk ook wat auto's die een slechte start hebben gehad en een goede start. En iemand die een slechte start heeft gehad, dat is Verstappen. Die startte vanaf P5 of 6 geloof ik. En die ligt hier dus al ergens op P9, want werd daar dus ingehaald door Hulkenberg. Nou, we zitten nog steeds eigenlijk vlak bij de start. En ik heb meteen al Hulkenberg te pakken en ook Palmer. Of Van Doornen te pakken en ook Palmer pakt meteen Van Doornen. En we hebben eigenlijk best wel een prima start vanaf P16, zo dus meteen naar P12. En dan liggen we dus achter mijn teamgenootje Sainz, die ook een plek heeft verloren dus bij de start. En Grosjean ligt daar weer net voor, die heeft er dan wel prima gedaan. En dan uit deze bocht, ja, ik rem eigenlijk gewoon te laat, maar het komt precies goed uit, het past net. En ik haal eigenlijk Sainz in zonder dat ik het eigenlijk had willen doen. Maar goed, we liggen dus 11e en we liggen nu dus dan achter Grosjean, die eigenlijk best wel een prima start heeft gehad tot nu toe dan. Nou, dan zitten we uiteindelijk in het tweede rondje en Sainz die zit natuurlijk achter mij en die wil mij natuurlijk zo snel mogelijk in gaan halen. Want we hebben best wel onderling best wel een aardig gevecht natuurlijk, ik en Sainz. Vorig jaar heb ik natuurlijk veel meer punten gepakt dan Sainz, maar vooral in de laatste races van het seizoen was Sainz toch regelmatig wat beter dan dat ik was. En hier hebben we dan een hele mooie move, want ik word wel ingehaald door Sainz en door Palmer. Uiteindelijk weet ik het terug te kruisen en weet ik wel wat er allemaal gebeurt. Maar het komt op neer dat we in ieder geval die 11e plek vasthouden. Maar ja, goed. 11e, dat is natuurlijk weer zo'n plek waar we natuurlijk vorig seizoen ook een paar keer op gereden hebben. In Brazilië en Mexico geloof ik. En daar word je gewoon niet vrolijk van. Dat is gewoon echt, dat wil je gewoon niet. Want P11, dat is gewoon net niks. En dat is gewoon echt, bah, dat wil je gewoon niet. Maar goed, we worden gered. We krijgen wat hulp van de game. Want we zien hier wat gele vlaggen. En dat betekent dat er iemand voor onze neus uitgevallen is. En het is helaas Max Verstappen. En ik moet zeggen, het team van Red Bull heeft tot nu toe wel echt een poepseizoen. Ze hebben volgens mij al twee keer een uitvalbeurt gehad nu toe. En ze zijn ook gewoon over het algemeen gewoon langzamer dan de Force India's. En het ziet er daar niet echt best uit. Laat ik het zo zeggen. Het ziet er niet best uit voor Red Bull dit seizoen. Ik vrees echt dat zij
niet gewoon de derde plek gaan pakken in het constructeurskampioenschap. Nou, en daar zie je dus Verstappen. Hij zet hem maar achter de borden neer, zodat niemand het ziet. En einde race dus voor onze Nederlandse vriend. Nou goed, ik zelf besluit om in rondje 5 naar binnen te gaan. Het trucje van eerder stoppen dan de rest heeft mijn vorige seizoen namelijk nogal wat punten opgeleverd. En ik denk van, weet je wat, laten we het ook maar hier gewoon gaan proberen. En dan gaan we wel kijken waar we uiteindelijk op uitkomen. We wisselen natuurlijk van de supersoft naar de gewone soft. En dat betekent dat we op dit setje banden dus de race moeten gaan uitrijden. Nou, aangezien we als allereerste een pitstop maken, is het natuurlijk ook best logisch dat we helemaal tot aan de laatste plek terugvallen. En nou goed, dat betekent dus wel dat we meteen echt moeten gaan knallen. Ik ga mijn brandstofverbruik en mijn motorvermogen op het hoogste standje zetten, zodat ik een goed rondje kan rijden. En dat blijkt te werken, want Sainz die rijdt zeg maar daar ergens achter mij. Je ziet dat gele bolletje rijden, dat is Sainz. En daar heb ik best wel wat tijd op gewonnen dankzij mijn pitstop, zeg maar. Het is ongeveer 4 seconden dat gat. Terwijl ik toen op het moment dat ik daar binnen ging, Sainz natuurlijk gewoon bijna in mijn versnellingsbak zat. Dus ik heb een paar seconden weten te winnen dankzij mijn pitstrategie. En dat is lekker, dat is prima. Nou, een rondje later zijn er natuurlijk andere auto's die ook naar binnen gaan. En nou, dan stijgen we langzaam maar zeker. En ja, zitten we dus op de 14e plek. Wel nog steeds achter Grosjean. Dus die heeft het wel prima gedaan. Maar wel weer gewoon voor Palmer en dus ook voor Sainz en voor de rest. En dan is het eigenlijk gewoon dus hopen dat wij dus toch weer in die, ja, rond die 10e plek gaan terechtkomen. Dat we dus weer een punt kunnen gaan pakken. Nou, dan zitten we uiteindelijk bijna in de 8e ronde van de race. En dan hebben we gele vlaggen op het rechtstuk. En dat betekent dus dat er weer iemand uit is gevallen. En ook die reed voor mij. Het is namelijk Grosjean die dus uitvalt. En dat zorgt ervoor dat wij dus zelfs nu op de 9e plek liggen. Dat is wel lekker. Want dat zijn dus 2 punten. Die moeten we dus eigenlijk gewoon zien vasthouden. Maar ik sta wel flink onder druk van Palmer. Dus daar moeten we wel op gaan letten. Alleen Palmer weet hier nog niet echt zijn aanval door te zetten. Dus wat dat betreft gaat het nu toe. Gaat het zeg maar gaat het prima. Nou, we gaan even kijken wat er met Grosjean gebeurde. Ja, het lijkt me duidelijk. Een probleem met de motor waarschijnlijk. Ja, alweer een uitvalbeurt. Ook Haas heeft dit seizoen best wel wat pech gehad. De eerste 3 races van het seizoen. Gewoon uitvalbeurten, maar ook betrokken geweest bij crashes. En ja, ook daar schiet het dus niet echt op tot nu toe. Nou, wij zelf zitten inmiddels dan in de 9e ronde van de race. En achter mij is dan eigenlijk een gevecht gaande tussen mijn teamgenoot Sainz en Palmer. En op zich vind ik het wel prima, want zolang die met elkaar bezig zijn, kan ik rustig op die 9e plek blijven rijden. Het tempo voor mij, dat is tenminste het tempo, de auto voor mij, Hulkenberg, dat tempo daarvan kan ik niet echt bijhouden. We rijden eigenlijk op onze max, maar we merken gewoon, of ik merk gewoon dat de auto eigenlijk niet echt snel genoeg is. En je ziet het ook hier met DRS. Beide heren hebben natuurlijk DRS, ik en niet. Ze blijven dus continu aanvallen, maar ze blijven ook steeds met elkaar in gevecht. En ja, het wordt dus een interessant gevecht om plek 9 tussen mijn Sainz, Palmer en eventueel Magnussen die daar nog achter rijdt. Nou, even later is er dan een klein gaatje ontstaan, maar je ziet het alweer. Iedere keer die DRS zorgt ervoor dat op die rechte stukken die auto's ontzettend snel dichterbij komen. Dus eigenlijk is dat DRS maar gewoon rete irritant, want je kan er gewoon echt helemaal niks aan doen. Maar goed, het zit er nou eenmaal in en het zorgt er natuurlijk ook voor dat je wel kan inhalen. Het kan ook in je voordeel werken, maar vooral in deze race werkt DRS eigenlijk in mijn nadeel. Omdat ik gewoon niet weggereden kon bij dat groepje auto's achter mij. Omdat de pace net niet goed genoeg is. Maar ook al als ik dan een keertje een voorsprong heb, dan zitten ze net binnen die seconde en dan kunnen ze gewoon het einde van het rechte stuk gewoon weer bijna zeg maar mijn aanvallen. Dus dat is echt best wel irritant. Nou, inmiddels hebben we dan een kleine sprong gemaakt naar de 12e ronde van de race. Dit is wel het moment dat ik wat eventjes los was van de rest, zeg maar. Ik zat lekker in mijn tempo. Ik had een paar goede rondes achter elkaar gereden. En, maar goed, je ziet het, ze zitten nog steeds in de DRS. Dus ja, je moet gewoon blijven oppassen nog steeds, helaas. Maar het is niet anders. Nou, rondje 13 gebeurde niks. We gaan meteen door naar de allerlaatste ronde van deze race. En dat bedoel ik dus. Daar is Sainz dan. Ineens met de DRS zit hij weer aan de zijkant bij mij. Ik rem hier iets te laat. Eigenlijk verrem ik mij gewoon, om het zo maar te zeggen. En dan is Sainz er voorbij. Komt hij hier niet echt lekker dat rechte stuk op. Ja, en dan wordt het spannend. Want wie gaat er uiteindelijk de meeste ballen hebben, zeg maar. En dan zit ik hier aan de buitenkant. En ja, goed, ik stuur gewoon in.
bekijk het maar, Sainz. We zitten op de 9e plek. We zijn voor de 9e plek aan het vechten. Dus het gaat hard om hard. En nou goed. Even later kijk ik trouwens nog tenminste. Dit is nog steeds de 14e ronde natuurlijk. Mijn bandjes, dat wil ik even laten zien, die zijn natuurlijk wel echt helemaal op. Mijn linker voorwiel zit al op 53%. En dat merk je goed, wel vooral in deze bochten en zo is dat allemaal niet zo handig natuurlijk. Zoveel slijtage op je banden. En Sainz die gaat het gewoon nog een keer proberen in de allerlaatste bocht van de race. En ja, ik doe eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Sainz die gaat gewoon van het gas af gelukkig. Want anders hadden we waarschijnlijk een botsing gehad. Maar weet je wat, Sainz... vorig jaar was het leuk. Dit seizoen zullen we tegen elkaar moeten strijden. Dus ja, probeer er maar echt voorbij te komen. We pakken in ieder geval een 9e plek. En ja, dat is op zich prima. Dat is het beste resultaat wat we dit seizoen tot nu toe gehad hebben. En dat zijn dus ook gewoon 2 punten. En daarmee komen we dus totaal dan op 4 punten dit seizoen. Dat is op zich ja, is niks mis mee. Hamilton die wint de race. En Vettel wordt tweede geloof ik. En Raikkonen wordt derde. Nou, dan Bottas op P4. En ja, daar staan ze dan weer. De Force India's. Ze staan gewoon vijfde en zesde. Gewoon voor Ricciardo. Opvallend is. Ik blijf het echt opvallend vinden dat, dat ze zo hard gaan daar. Nou goed. Hulkenberg dus achtste. Dat is op zich wel een beetje jammer. Want Hulkenberg is mijn rival natuurlijk. En die heb ik dus niet weten te verslaan deze race. Ik heb hem eerlijk gezegd ook eigenlijk helemaal niet gezien. Want hij had een flinke voorsprong. Nou goed, ik word negende en Sainz wordt dus tiende. Palmer haalt dus net geen puntje. Maar het feit dat Palmer de laatste tijd ook iedere keer rond de punten zit. Zeg maar zo rond plek 10, 11, 12. Daar kun je toch wel aan zien dat het team van Renault ook flinke stappen heeft gezet. Nou, Hamilton heeft de leiding in het kampioenschap overgenomen. Van Bottas in dit geval. Vettel staat derde, dan Raikkonen. Nou, Perez staat nu gewoon vijfde. Die heeft gewoon echt al heel wat punten bij elkaar gesprokkeld. 26. Net zoveel als Ocon. En Ricciardo en Verstappen, ja, die zakken eigenlijk steeds verder en verder weg. Nou, Grosjean staat nog 9e, ondanks dat hij uitgevallen is. Sainz staat nog 10e. Dan staat Hulkenberg 11e en ik sta dus op de 12e plek. En ook Palmer, die heeft natuurlijk wat puntjes gepakt. Dat was volgens mij de vorige race, of de race daarvoor, ik weet niet precies meer. Maar er zijn in ieder geval best wat coureurs die al punten hebben weten te pakken, want ook Massa heeft nog 2 puntjes. Dus wat dat betreft is dat allemaal wel mooi. Nou, bij de constructeurs, Mercedes gaat ruim aan kop met gevolgd door Ferrari. Force India heeft zijn voorsprong op Red Bull ook weer flink uitgebreid. Nou goed, wij hebben de 5e plek overgepakt van Haas. En dat komt omdat die natuurlijk geen punten hebben gescoord. En wij 3, dus dat is wel lekker. En Renault stijgt een plekje ten opzichte van Williams. Dus het was geen super race voor ons eigenlijk. Ik had eigenlijk niet echt het idee dat het echt een hele boeiende, super speciale race was. Maar we hebben gewoon 2 punten gepakt. En met het team zelfs totaal 3 punten. Dus uiteindelijk was het best wel een prima weekend hier in Bahrein. En ja, nu gaan we dus op naar Rusland. Wat ik zelf een heel tof circuit vind. En daar kijk ik dus wel naar uit. Dus zeker de volgende keer weer kijken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. En vergeet niet te liken. Bedankt voor het kijken. Adios, tot ziens en houdoe.